Een hele goede familie. Ja, sociaal. Ja, dat is al heel vriendelijk. En hallo, hoe geert. En ja, wat een praatje was er af en toe wel eens een keer. Ja, op zijn plaats, laat ik dat zo zeggen. Ja. En dan nu dit, zeg. Ja, verschrikkelijk. Een hele rustige man, ook iemand die je eigenlijk ook heel graag als buurman zou hebben. Wij wisten natuurlijk wel dat een van de gezinsleden met wat psychische problemen kampte. Maar wij hadden nooit kunnen bevroeden dat dit het einde zou zijn. Het is echt een schok, zowel voor de club, maar ook voor de hele gemeenschap Hengelo.